is niet zo dat de dame... Ik denk dat de cliënt wel wil. Ja, dat is wel de aanname. Maar wat als de cliënt een koppel is en een van de twee wat enthousiaster is over de hooking dan de ander? Marieke van der Velde, schrijfster van dit boek, de Escort Bijbel en eigenaar van een escortbedrijf, voert nu een consentbeleid in tussen klant en haar dames. Jullie zijn dan het eerste escortbedrijf dat een consentbeleid invoert. Ja, dat klopt. Dat was ook best wel nodig, omdat wij werken met veelal twintigers. In ieder geval de dames en heren die bij ons werken zijn vaak twintigers. En we merken in de maatschappij waarin we nu zitten dat er veel meer aandacht is voor consent. En dat daarin onze cliënten, die veelal 40 plus zijn, een klein beetje achterblijven. Aha. Dus dan gaan jullie ook een beetje mee op de, nou ja, gewoon de moderniteit en een beetje het MeToo gebeuren, laat ik het zo zeggen. Ja, nou kijk, we willen natuurlijk voorkomen dat een boeking als onplezierig wordt ervaren. Of dat, sterker nog, dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. En wat is dan het grensoverschrijdende gedrag wat jouw meisjes meemaken? Waar de dames bij Society Service soms mee geconfronteerd worden, is vragen om onveilige seks bijvoorbeeld. Als daar dan naar gevraagd wordt, dan is dat al vervelend. Maar wanneer er verder gezeurd wordt om als nou zus en als ik, maar ik heb echt niks. Maar op wat nou als ik je wat extra geld geef. Ja, gebeurt dat vaak, dat mannen zo door zeuren over onveilige seks? Gelukkig gebeurt het niet vaak, maar het gebeurt wel. Consentbeleid, hè? Wat ik weet van die term is dat je een soort van moet instemmen, duidelijk aan moet geven dat je seks wil hebben met iemand. Even of het nou een escort is, of nou betaalde seks is of niet, maar je moet daar duidelijk mee instemmen. Wat is in dit kader dan het consentbeleid? Want ja, er wordt betaald, dus iemand stemt er al mee in eigenlijk. Nee, zo is dat dus niet. Ik kan me voorstellen dat de gedachtegang is voor veel mensen, maar bij een high-class escort service, en Society Service is een high-class escort service, gaat het ook om een groot deel wat sociaal is en wat op emotioneel vlak is. Ja, okay. En de erotiek en de intimiteit die daaruit voortvloeit, ja, dat... Hoe daar invulling aan gegeven wordt, dat is per boeking heel erg anders. Dus het is niet zo dat er van tevoren een lijstje gegeven wordt van... dit gaan wij doen tijdens die boeking. En daarbij komt ook nog... Maar het is ook weer niet dat je een kapster inhuurt natuurlijk. Het is een high-class escort met toch wel een beetje een erotische insteek, denk ik. Zeker, zeker. En het ligt ook zeker in de lijn der verwachtingen. Maar de invulling die gegeven wordt aan die erotiek, die is per boeking is die anders. En dan op een gegeven moment zal de klant, denk ik, moeten vragen van... joh, is het oké dat we nu seks gaan hebben? Nou, dat kan natuurlijk twee kanten op gaan. Een escort zou dat ook kunnen vragen aan een cliënt. Waarom zou dat alleen... Het is niet zo dat de dame... Ik denk dat de cliënt wel wil. Ja, dat is wel de aanname. Maar wat als de cliënt een koppel is en een van de twee wat enthousiaster is over de hooking dan de ander? Oh, er zijn heel veel grijze gebieden bij dit werk. Ja. En het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken van... hoe gaan we dit aanpakken op een manier die we allemaal fijn vinden? Er zijn natuurlijk heel veel mogelijke manieren om richting meer consent te gaan. En ik denk dat op het moment dat mensen zich al bewust zijn van het feit van... ik wil ervoor zorgen dat de ander het ook fijn heeft... dat de allereerste en ook allermeest belangrijke stap is van consent bereiken. Ja. We hebben aankomend weekend in Rotterdam met onze escorts een training... en daarbij gaan we wat meer handvaten aangeven... Ik denk dat voor dames die als high-class escort willen werken, dat dit een belangrijk onderdeel is waarom dat ze kiezen voor Society Service ten opzichte van een ander bureau. Ja. Oh, zo kan je toch nog een beetje promotie pakken op deze manier. Ja, ik had hem wel door. Ja, had je het door. Nee, dankjewel. Graag gedaan.